twee goede vrienden staan tegenover elkaar in speelronde 7 van de KPN Eredivisie. Jay Taalhuizen namens FC Utrecht en Renzo Omrousing namens Vitesse. Kruisen de degens op de Xbox, zoals dat heet. Jay heeft afgetrapt met zijn Utrecht. Hij en Melvin, beide echte Utrecht supporters. Het is een beetje wisselvallig dit seizoen. Maar je voelt, en ziet ook aan de resultaten, dat Jay in goede doen is. Mag het vandaag gaan laten zien tegen Vitesse. In de ogen van velen toch titelkandidaat nummer 1. Voorlopig staat Vitesse op plek 3. Maar overduidelijk is dat er een hoop mogelijk is daar. Zeker als deze Renzo een goede dag heeft. De ingooi is hier voor hem. We zien het niet vaak dat hij de eerste wedstrijd speelt voor Vitesse. Maar Vitesse dat nu de TOS heeft gewonnen voor het eerst zo'n beetje dit seizoen. Heeft er nu dus voor gekozen om hem te laten starten. En het Levi dan eventueel af te laten maken in die tweede pot tegen Melvin Boeren. Hier is Renzo met Pelé. Hij en Jay kennen elkaar dus door en door. Hier is hij met Arnijn. Rechts links. Ronaldinho in de basis, dat is leuk. Krijgt dus de voorkeur boven Mbappé onder andere. Hier nu Jay. Met Mbappé. Vieira. Kleine schijnbeweging via Gullit nu naar Cristiano Ronaldo. Pelé. Arnijn. Ja, gezocht naar die iets wat blinde steekbal. Goed gedaan, dat sticht gevaar, want hier is Vitesse nu. Maldini let goed op. Gevaar geweken. Goeie bal dit achterlangs. Hier is Cristiano Ronaldo. Harde bal. Onderschept. En zo is het nog een beetje aftasten. Beide jongens al wel in de vijandelijke 16 geweest. Maar de keepers hebben nog niet in actie hoeven komen. Kom op, man. Hier is Jay. Arnijn lijkt wat achter Cristiano Ronaldo te spelen. Af en toe. Lijkt iets meer teruggetrokken te spelen. Maar over het algemeen dus toch de Ronaldo's naast elkaar. Utrecht dat op plek 7 staat. Kan zichzelf een zeer goede dienst bewijzen bij een overwinning vandaag. Het is dus een beetje toevallig. De vorige speelronde echt een goede overwinning op Sparta. 3-1. Drie overwinningen, drie nederlagen. Maar Jay als nummer 3 van de Xbox ranglijst. Toch weer meer dan stabiel. Hier is Renzo. Pelé.
Arnijn is hem kwijt. Vijf minuutjes nog tot de rust. In deze aftastende eerste leg. Pelé, Cristiano, Arnijn met wat geluk. Nee, Davies blijft overeind. En zo zal de laatste aanval van deze eerste wedstrijd, van deze eerste helft daarvan, vermoedelijk voor Vitesse zijn. Mooi doorgespeeld. Maar Arnijn is me kwijt. En dan gaan we rusten met 0-0. Laten we hopen op een klein beetje spektakel in deze tweede helft. We worden nog niet verwend. Davies. Jay, die natuurlijk ooit zo dichtbij een landstitel was. Wil met Utrecht opnieuw hoge ogen gooien. Ze zijn er eigenlijk altijd wel bij op de finale dag. Afgelopen seizoen versloegen ze natuurlijk Heracles. Iets wat verrassend. Melvin haalde uit tegen Lef Vinken met die kantona. Weten jullie het nog? Mbappé, ja, dit lijkt me geen buitenspel. Of heeft hij hem toch een fractie te laat gegeven, ja. En dus geen 1-op-1 kans. Vieira. Gullit bereikt. Gaat naar Cristiano Ronaldo. Arnijn. Buitenom. Gullit naar Pelé. Hield de hiel is goed. Toch weer terug. Ah, dat is mooi. De directional is heel flitsend van Pelé. Gullit. Nu door. Maldini. En zo houden deze twee vrienden elkaar in balans. Heeft het er alle schijn van dat het op een tweede leg aan gaat komen. Daar komt het altijd op aan, maar dat het ook op die tweede leg aan gaat komen voor wat de score betreft. Want de kans dat hier een kans te zien gaat zijn, lijkt kleiner dan dat je door de bliksem getroffen wordt. Dit is echt niet te geloven. 63 minuten gehad, geen schot. Op, ze zullen elkaar te goed kennen. Carlos Alberto zet hij Ronaldo toch makkelijk van de bal. Tot ontsteltenis van Renzo. Maar ook Jay. Die tot dusver 9 goals maakte dit seizoen. Is dus nog niet zo dreigend geweest als normaal. Nu dan toch misschien. Arnijn, Cristiano. Arnijn beweegt door. Het gaat terug naar Gullit. Renzo probeert het midden dicht te houden. Nu via Mbappé. Goed doorgespeeld. Mooi gedaan. Nu dan toch een kans. Het moet weer terug. En zo zitten we in minuut 70 zonder een schot op doel te hebben gezien in deze wedstrijd. Ronaldo Lima. Pelé.
Oh, wat mooi! Yeah! Oh, bij het spel! Wat ben je helemaal aan het doen, man? Echt waar. Wissels bij Utrecht. Ronaldinho en Bruno vervangen Mbappé en Vieira. De twee Fransen eruit. Bij Vitesse zie ik voorlopig geen wissels aangegeven worden. Dat lijkt me sterk eigenlijk, maar... het heeft er alles schijn van. Ronaldo legt terug. Pelé, is dit dan ineens de kans? Ja, Vitesse op 1-0. Het is voor beide eigenlijk... nou ja, niet tegen de verhouding in, maar in ieder geval wel uit de lucht vallend. En bij Renzo misschien nog wel iets meer dan bij Jay. In echt een gezapige wedstrijd. Laten we het erop houden dat beide jongens elkaar gewoon goed verdedigen. Maar Vitesse opent de score in deze eerste leg. En dan ziet het er voor vandaag somber uit voor Vitesse, hun tegenstander. Het ziet er somber uit voor Utrecht als je weet dat... Melvin het straks nog moet gaan opnemen tegen Levi de Weert. Zeker als hier nog een tweede goal van Vitesse aankomt. En daar heeft het alle schijn van. Van de Sar. Mijn god, wat een struikelpartij. Zo'n lelijke goal blijft Utrecht hier bespaard. Jay heeft natuurlijk nog 10 minuten om iets aan deze achterstand te doen. Wat een kansarme wedstrijd. Wat is dit allemaal, jongen? Echt, hoor. Het is een beetje alsof je als starter de woningmarkt probeert te betreden hier in Nederland. Elke keer als je denkt dat er misschien een kans in zit, word je teleurgesteld. Maar niet voor Vitesse! Toch niet! Twee goals! Twee kansen, twee goals! Dat is een bittere pil voor Jay, maar Renzo laat toch zien dat hij in elk geval dodelijk efficiënt kan zijn. Effectief voor de goal. Killer Jay moet toch toezien hoe Renzo die bijnaam hier een klein beetje... een klein beetje over lijkt te nemen voor één dag. Twee kansen, twee goals. Maar Vitesse leidt nu al. En dan komt straks dus Levi de Weert nog in actie. Een frustratietackle hier van Bruno. Slechts geel. Ja, laten we niet vergeten dat Melvin echt uit kan halen. Dat is een grillige speler. Die ook zomaar ineens, als hij zijn dag heeft, de grootst mogelijke toppers kan verslaan. Maar dan moet Jay hier wel voorkomen dat Vitesse nu al een derde goal maakt. Dat doet hij ook. Dit is een vrij blinde bal en dan lijkt ook de laatste kans op een doelpunt voor Utrecht verkeken in deze eerste leg. Eindigt het hier in 2-0. Renzo verslaat zijn grote vriend Jay. Afgetrapt door Melvin Boeren. Die een klein wonder moet verrichten. Tegen Levi de Weert. Ook wel bekend als het beestenkind. Ook wel bekend als tweevoudig Fed Cup winnaar. Mag zich toch al twee keer de beste van Europa noemen dit seizoen. En dat is een prestatie van ongekende grootte. En dus is dan een 2-0 voorsprong wegpoetsen een klein wonder. Maar Melvin, dat weten we, die is tot grootste dingen in staat. En opent hier in elk geval met een gevaarlijke aanval over links. Heeft dan het geduld om nog weer terug te gaan op Gullit. Dat ziet er op zich veelbelovend uit, maar dit is heel raar. Is hem kwijt. Melvin die, zoals ik recent begreep,
veel last heeft van spanningen voor de wedstrijd. Rekent het zichzelf aan als het niet goed gaat. En wil zo graag grootse dingen neerzetten namens Utrecht. Hier is Melvin met Pelé. Gullit. Bruno. Mbappé. Oh, schitterend. Schitterend gedaan. Echt heel mooi rondgespeeld. Vindt dan de opening eigenlijk buitenom met Mbappé. Net op het moment dat de verdediging van Vitesse doorstapt. En dan is het een koud kunstje om die bal binnen te tikken. De reactie is ook groot bij deze Mella. Maar Utrecht leidt hier in deze tweede leg met 1-0. En dus is er iets gedaan aan de achterstand. Moet het beestenkind een doelpunt incasseren, pas voor de 6e keer dit seizoen. Gemiddeld bijna 1 per wedstrijd, dus zo uitzonderlijk is het nou ook weer niet dat er een tegendoelpunt voor Levi de Weert is hier. Maar toch, heel erg knap van Melvin Boeren. Dan is hij dus goed gefocust. Met een goede mindset aan deze pot begonnen. Hij wil nog wel eens gefrustreerd overkomen. Misschien voor hem juist wel een keertje lekker om als underdog nu met een gedachte deze pot in te gaan met ja, de kans is klein, waarschijnlijk gaat het niet gebeuren, maar wie weet kunnen we hier nog een resultaat weghalen tegen een van de grootste namen van de Eredivisie, zo niet de grootste inmiddels. Hier Levi. Met Bruno en Gullit op het middenveld. Pelé vindt Arnijn. Virgil stapt uitstekend uit. Aanval onschadelijk gemaakt dus door Utrecht. Interessant om te zien hoe Levi nu tot zijn kansen gaat komen. Fake shot in de aanname met Arnijn. Was goed bedacht. Hier meteen hoog druk zetten, maar de overtreding en dus wel bezit voor Utrecht. Leuke pot is dit geworden. En nu al zoveel spectaculairder dan die hele eerste leg. Want wat een tergend potje was dat. 70 minuten zonder ook maar een kans te zien. Hier is Utrecht weer. Melvin die de tijd neemt. Aan de wandel met Gullit. Bruno speelt Ronaldo in. Die is hem kwijt. En Levi. Zoekt direct de bal vooruit. Hier is Pelé. Toch, riskant balletje op Arnijn komt aan. Gullit. Ronaldo. Buitenom bij Carlos Alberto. Balbro scoop turn. Toch de achterlijn. Nee, toch weer terug. Arnijn. Wat een handelingen. Je moet zoveel doen voordat je een keertje vrij voor de goal komt. Arnijn. Aanval loopt door. Ronaldo. Ja. Marge weer naar 2. Zoveel handelingen worden er verricht. Skill moves. Kleine micro dribbelbewegingen. Zoveel keuzes. En uiteindelijk natuurlijk een kleine dosis geluk hier voor Levi de Weert. Die er dus voor zorgt dat Vitesse weer met 2 goals verschil leidt.
Oh, Bruno. Wat een paas van Melvin. Van der Sar zit er half tussen. Ja, soms moet je dat soort ballen gewoon gooien. Gewoon geven. Hij zag de ruimte ontstaan. Ronaldo is snel genoeg. Het levert Melvin bijna een tweede goal op. Goede druk hier. R9. Ronaldo. Pelé. Daar gaan ze. Ronaldo. Ai. Ja, zonde. 1-1 dus nu, met rust. R9 voor Levy. Zo, goeiemorgen. Van der Sar moet redding brengen. Heerlijke skillrun. Aan het begin van de tweede helft. Pelé is van heel ver. En niet goed. De situatie waarin we Levy niet heel vaak zien. Vitesse heeft sowieso de TOS vrijwel nooit gewonnen. Levy bijna nooit als tweede aan de bak. En ook van die keren dat hij als tweede aan de beurt is. Niet zo heel vaak met een voorsprong van twee goals zijn wedstrijd ingegaan. Goeie beweging was dit van Cristiano Ronaldo. Maar Melvin houdt het goed dicht. Komt zeer behoorlijk mee deze wedstrijd. Al is het wel een keer tijd voor een kansje in de tweede helft voor hem. Hier is hij met Pelé. Vitesse dat bij een overwinning natuurlijk. Goeie zaken doet bovenin. Het moet ook mee. Emmen verloor nog geen pot. Datzelfde geldt voor PSV dat wel één keer gelijk speelde. En Vitesse verloor alleen van Ajax. Maar die drie ploegen lijken vooralsnog een maatje te groot voor de rest van de competitie. En bij winst vandaag neemt Vitesse in elk geval weer afstand van een aantal andere ploegen. PSV hebben we al zien winnen. Maar kijk eens, Melvin. Hey! Ja, de winst voor Vitesse is nog niet binnen. Die reactie zagen we al. Maar die is geweldig. Dan zie je wat het met hem doet. En ook al gaat het Utrecht misschien geen drie punten opleveren. Ja, dit zegt heel veel. Heerlijk om te zien. Ook al gaat het Utrecht misschien geen drie punten opleveren. Het is voor hem al een boost om te weten dat hij dit kan. Dat hij mee kan met een van de beste spelers van Europa. En alleen al als je hem hier verslaat, doet dat toch. Dat is toch een signaal naar de wereld. Van kijk eens even, hier ben ik. Levy won 5 keer en speelde 1 keer gelijk. Dat was tegen Chardo van Ajax. 1-1. Het zal misschien wel de eerste keer zijn dit seizoen dat hij achter staat. Want tegen Chardo kwam hij op 1-0. Eerder deze wedstrijd stond hij natuurlijk achter. Maar het overkomt hem niet vaak. Ronaldinho is erin gekomen bij Vitesse. Interessant slot van deze wedstrijd. Levy die niet zal willen verliezen van Melvin. Alleen al vanwege de reacties. Melvin... die nog maar 1 goaltje nodig heeft om zelfs een punt te pakken met Utrecht. Het zou toch wat zijn dat hij dit rechtzet tegen Levy. Maar het is ook niet gek als Levy misschien wel wat druk ervaart. Je moet het ook maar laten zien. Hij weet wat Melvin kan op een goede dag. Met zo'n 2-0 voorsprong een wedstrijd ingaan. Dat geeft een andere druk met zich mee. Je kunt daar nu... Nu je die voorsprong zo
teruggedrongen ziet worden. Toch die gedachte bij krijgen van het zal toch niet. Wat als ik dit weggeef? Maar je moet niet nagaan denken over de mogelijke reacties van anderen daar weer op. Geen idee wat er allemaal in dat kopje omgaat. Normaal gesproken zal hij daar niet zo heel veel last van hebben. Blijft over het algemeen heel rustig. Heeft voor hetere vuren gestaan. Maar dat zijn gedachten die er kunnen zijn. Kijk eens naar de reactie van Melvin. Het is hier 3-3. Uitzinnig is die. Buiten beeld. Wat is hij aan het doen? Hij breekt de hele tent af daar. Nog steeds in geen veld of wegen te bekennen. Lijkt met deuren te smijten. Lijkt Jay hier op te zoeken van ja, ik trek het recht. Wat is hij hier blij mee? En wat is dat mooi om te zien? Kom op, man. Kijk eens hier naar. Kijk wat het met hem doet. We zitten midden in een E-divisie seizoen. Je kunt denken, ach ja. Kom op, man. Maar hij denkt niet, ach ja, hij wil dit laten zien. Hij wil laten zien wat hij kan. Dat hij met de allerbeste mee kan. Staat hier op een 3-1 voorsprong tegen Levi de Weert. Goedemorgen. En daarmee dus Utrecht naast Vitesse. Het moet nu toch bij Levi ook een keertje stormen in dat koppie. De druk van Utrecht. Goed uitgespeeld daarna die balverovering. En je voelt het ergens al een beetje deze wedstrijd. Speelt ook goed, geeft niet zo heel veel weg. En nu krijgen we een heel interessante laatste 20 minuten te zien. Kan Levi hem toch nog klutchen? Gaat Vitesse hier morsen? Want als Utrecht er nog eentje maakt, dan weet heel Utrecht het, denk ik. Maar hier is Levi, links-rechts. Toch. Kwaliteit. Klasse. Het laat hem vrij onbewogen, in elk geval op het eerste oog. Meteen vanaf de aftrap komt in die 1-op-1 situatie. Melvin gokt erop dat hij naar dat linkerbeen kapt. Maar toch met een reverse elastico naar het rechterbeen van Ronaldo. Maar hij pept zichzelf nog eens even op. Die Levi, die laat het er ook nog niet bij zitten hoor. Geloof mij maar, want nog steeds staat hij individueel hier op een achterstand. En dat. Ik zal niet zeggen dat het aan hem vreet, maar dat wil hij ook nog even rechtzetten. Ik voorspel dat er nog een doelpunt gaat vallen. En of het is Melvin die deze krankzinnige wedstrijd nog een extra toetje geeft. Of het is dus inderdaad Levi. En dat is het dus ook. En die zorgde hiervoor dat hij weer op 3-3 komt. Dat Vitesse met 2 goals leidt. Dan ga je nu ook een heel andere Melvin zien. Want die zal nu misschien toch gefrustreerd zijn. Pepte zichzelf net nog even op. Maar ja, nu zal het zelfvertrouwen en het geloof ineens weer heel ver weg zijn. Speel je zo'n goede wedstrijd. Zie je nu toch de goede kansen weer als sneeuw voor de zon verdwijnen. En nu zou ik er ook niet raar van opstaan te kijken als Levi deze wedstrijd zelfs nog gaat winnen. We gaan het zien. Hier is Melvin. Die in elk geval een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar ja, kan dat gevoel dan overheersen is de vraag. Je kunt ook zeggen, Levi hoeft maar even aan te zetten, even wakker te worden. En dan vliegen ze er als warme broodjes over de toonbank. Nu ontstaat er natuurlijk veel ruimte, want Utrecht moet drukken voor een doelpunt. Om de spanning weer terug te brengen in de algehele wedstrijd. Oh, het is spel hiervoor. Oké. Daar leek het niet op, maar goed. Het zal zo zijn. Ik denk dat Melvin misschien wel gewoon voor die laatste kans gaat. Want dan weet hij dat hij in elk geval niet verliest persoonlijk van Levi. Hij weet dat er geen 2 goals meer te maken zijn. Daar is geen tijd voor. Dus misschien dat hij hem wel in de ploeg houdt. Of lijkt hij hier toch. Nou, hij gaat hier wel voor de kans. Arnijn.
is hem kwijt. Levi nog één keer. Nee. Het eindigt hier in 3-3 tussen Levi en Melvin. Wat een wedstrijd zeg. Maar Vitesse pakt gewoon 3 punten. En wint vooral dankzij Renzo's eerste overwinning op Jay. Met 5-3 van FC Utrecht.